Wat doet KEPA eigenlijk precies? KEPA is het kunsteducatieplatform Almelo en die zorgt voor cultuureducatie voor alle basisscholen in Almelo en Adorp en Barnebroek. Maar die horen dus ook bij Almelo, hè? Vandaag waren er een illustrator en een schrijfster hier in Almelo op de basisschool. Hoe leuk is dat? Ja, dat was echt een groot feest. We geven deze maanden alle basisschoolleerlingen een boek, echt om mee naar huis te nemen. En vandaag zijn de eerste exemplaren door de wethouder uitgedeeld. En groep 5 en groep 6 van alle basisscholen, dus in Almelo, krijgen een Mees Keesboek. En de schrijver Mirjam Oldenhaven en de illustrator Rick de Haas, die zijn vandaag geweest en die hebben een soort workshop gegeven. Hoe is het om voor u al hier in Almelo over uw boek te vertellen? Ik vind het hartstikke leuk. We zijn heel vaak in Almelo geweest, al door de bibliotheek uitgenodigd. Maar ik vind het heel leuk om weer terug te zijn. De kinderen redden er heel leuk op. Hoe vindt u dat om te zien? Ja, het is heel fijn en heel leuk om te zien dat dit is wat je graag wil. Dat het boek begint te leven en dat ze een beeld krijgen bij iemand die het boek schrijft en illustreert. Dus ja, ik heb zelf ook genoten. Ook van de workshop, maar ook van de reacties van de kinderen. En de kinderen waren aardig enthousiast, zoals ik net hoorde. Hoe was dat voor u? Ja, fijn. Leuke, inderdaad, hele leuke vragen ook. En allemaal, ze kenden allemaal de boeken ook. Dus echt leuk, ja. Hoe belangrijk is het daadwerkelijk voor de kinderen om te lezen? Heel belangrijk. Het ontwikkelt je fantasie en je gaat zelf leuke dingen bedenken. Maar goed, ook om te leren lezen is natuurlijk heel belangrijk. Maar vooral het plezier in lezen, dat is echt heel belangrijk. Het is natuurlijk ook bedoeld om de kinderen meer aan het lezen te krijgen. Ja. Hoe belangrijk is dat voor de kinderen? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is. Het wordt nu gelukkig heel erg onder de aandacht gebracht. Maar ik denk dat het voor het functioneren in de maatschappij alleen al heel belangrijk is. Licht gaat aan, terwijl ik dit zeg, dus omdat het zo belangrijk is.